Splinter is voor een humaan en rechtvaardig vluchtelingenbeleid. Maar dat betekent niet dat we naïef zijn. We moeten de mensen die misbruik van ons systeem willen maken, moeten we weren. Dus geen economisch migranten, maar wel de mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Die moeten we humaan en kleinschalig opvangen. Van tevoren moet vaststaan hoeveel draagkracht er is in een dorp of in een stad voor het opnemen van vluchtelingen. Bewoners en omwonenden moeten niet voor verrassingen komen te staan. Het draagvlak van de bevolking is ontzettend belangrijk voor dit systeem. Verder moeten we zorgen dat vluchtelingen vanaf het moment dat ze hier aankomen meteen leren over onze normen en waarden. En ze moeten de taal machtig worden. Ook de taaleis wil Splinter omhoog. Wel, die taallessen worden wel gratis, maar ze moeten wel echt kunnen integreren. Verder willen we dat de asielprocedures extreem worden bekort. Eigenlijk moet een vluchteling binnen 2 jaar echt definitief weten of diegene kan blijven of niet. En als ze niet kunnen blijven, moeten ze ook weer vertrekken naar het land van herkomst. Daar moet Nederland zich voor inzetten. Verder wil Splinter dat we meer UNHCR-vluchtelingen opnemen. Dat zijn de allerkwetsbaarste vluchtelingen die worden geselecteerd door de Verenigde Naties. Die mensen zijn chronisch ziek of hebben andere problemen waardoor ze echt heel kwetsbaar zijn. Die mensen kunnen we selecteren van tevoren en die kunnen we uitnodigen om in Nederland asiel aan te vragen.